Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe meestervoorspelling. En het wordt toch de hoogste tijd dat we nu echt een keertje een goede voorspelling gaan doen. En vandaag staat er een hele mooie pot op programma. AZ tegen Ajax. En Ajax kan echt hele goede zaken gaan doen vandaag. En voordat we daarover gaan uitweiden, kijken we heel even naar de opstelling. Nou moeten we een aantal veranderingen doorbrengen. Want ik denk namelijk, en laat weten of jullie dat ook denken. Ik denk dat Alvarez gewoon weer een plekje gaat krijgen op het middenveld. Deed ook weer tegen Willem II. Best aardig daar. En hij heeft eindelijk geluisterd naar ons. Davy Klaassen daarmee op 10 zetten, waardoor het middenveld bestaat uit Alvarez, Gravenberg en Klaassen. Weet je, het is natuurlijk heel erg opportunistisch om dat te zeggen. Maar Alvarez heeft eindelijk zijn vrouw en kind na 2 jaar bij hem wonen. Misschien maakt dat ook iets vrij in zijn hoofd, weet je wel. En gaat hij daardoor ook fijner voetballen. Tadic houden we op linksbuiten. Helaas, het zou niet mijn keuze zijn geweest. Anthony rechtsbuiten. Anthony moet ook wel weer even een beetje gaan aanhaken hoor. Tagliafico, geblesseerd. Gaat niet spelen. Heeft nog te veel last van die botsing in die wedstrijd tegen Willem II. Waar hij zo'n ei op zijn kop had. Dus die gaat niet spelen. Martinez gaat op die plek staan. Misschien Blind of Martinez dat die nog omruilen. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Schuurs dan in de verdediging. Gaat daar Timber spelen tegen Boadu? Ja. Ik denk het wel. Masraoui. En volgens mij hebben we dan alles en iedereen gehad. Gaan we snel de wedstrijd induiken. Neem ik nog even een slokje van mijn koffie. Well, what a game we have in store for you today. Hey, hebben we in een leeg stadion? The fans are pouring into the stadium. The tension palpable. We'll have every kick of the ball for you live. Wat voelt dit onrealistisch, hè? Dat idee heb ik in ieder geval. Het voelt alweer zo lang geleden. Ik mis het, man. Ik mis het zo erg in het stadion zitten. What we can't complain about today is the weather. Absolutely perfect. Terwijl ik normaliter altijd liever in de kroeg kijk. Maar kennelijk als je iets niet mag, dan wil je het heel graag. I'm delighted to be able to bring you live coverage of this game weer, from the Eredivisie. Alsjeblieft, kan niet snel genoeg komen. Up against Ajax. Ja, thanks Derek, as always. Ja, jongens, wat ik al zei, het kan echt een heel mooi weekend worden. En als we deze winnen, dan kunnen we ook wel stellen dat de supermaand januari echt bijzonder goed is verlopen voor Ajax. Dan heb ik het puur en alleen over resultaat, niet zozeer over het spel. Ik heb alleen echt een heel goed Ajax, dus niet echt PSV. Dat is de wedstrijd die ze niet wisten te winnen. De rest hebben ze gewonnen. Vraag niet hoe. There was always a hakken over de sloot, maar hey, die moet je ook winnen. Koop Mijnes is er uiteraard gewoon weer bij. In Ajax, in die prachtige busbekleding kleding. Ik vind het prachtig, zoals je kan zien. Ik heb heel erg iets oldschools. Maar doe me echt denken aan die tourbussen waarmee ik altijd op schoolreisjes ging op de basisschool. Ik doe precies daaraan denk ik. In ieder geval vet. Gaan we binnen. Gaan we beginnen. Ik speel dit keer niet op de hoogste moeilijkheidsgraad. Dat heeft simpelweg met het vorige potje te maken. Daar kwam ik gewoon echt niet aan te passen. Dat was echt niks aan om naar te kijken, man. Misschien zit ik ernaast hoor, laat het me dan weten, maar het voelde echt alsof ik daar niet eraan te pas kwam. The attack looks promising. Bruno Martins indeed. Ik was iets te vroeg aan het juichen kennelijk. Hier hebben we de bal ook niet aan geraakt. Kijk, nu wel. En gelijk! Nee, toch niet. Nee, ik probeerde gelijk de counter erin te gooien, maar dat mocht helaas niet baten. Ajax schijnt bezig te zijn trouwens met de nieuwe aanvaller. En weet je, ik ga zijn naam nu echt butcheren. Dat ik nog even 2 keer op moeten zoeken voordat ik deze video ging opnemen. Maar, Sulemana, is dat een goede uitspraak? Van FC Noord-Ierland moet als opvolger van Quincy Promes komen. Ik moet eigenlijk daar gewoon altijd dat schot faken, hè, voordat ik hem neem. Want hij wordt eigenlijk altijd wel geblokkeerd als ik hem zo terugleg.
Maar van FC Noordjylland als opvolger van Quincy Promes. En hij zal moeten komen. Of Quincy Promes nu vertrekt, ja of nee. Ik snap het wel. Quincy Promes steekt niet in de vorm van zijn leven. Ajax schijnt er nog best wel een aardig bedrag voor te kunnen krijgen. Gerucht gaan dat, dat Spartak Moskou bereid is om 12 miljoen te betalen. Wat echt een belachelijk bedrag is, om heel eerlijk te zijn. Maar hey, I'll take it, man. What a shocking pass, really. Goede loopactie van Anthony daar op rechtsbuiten. Man. We krijgen de bal niet bij hem. Maar 12 miljoen voor Sparta, voor Quincy Promes voor Spartak Moskou, dat moet je natuurlijk gewoon meteen doen. Weet je, desnoods breng ik hem zelf op de fiets. Dat is echt geen enkel probleem. Ik heb, een beetje het idee dat, dat zijn plezier bij Ajax wat minder is geworden. Dat is natuurlijk logisch wanneer je ook minder speelt. Hey. Wat kruipt hij er makkelijk voor? Ik was hem nog aan het afschermen, maar het is wat het is. Kijk, Martinez zit er gewoon weer goed bij. Kijk, je moet gebruik maken van die snelheid van Anthony. Dat is een wapen. Hoe kan hij daar zo makkelijk ingehaald worden hier? Waardeloze voorzet. And they have possession again. Mogen we het opnieuw gaan proberen? Nou, toch niet. Heel erg zorgig zijn we. Zeker de laatste paar wedstrijden. Het zijn geen goede wedstrijden van mijn kant. Dat correleert misschien vrij aardig met het spel van Ajax. Maar ik zou toch graag daar een beetje verandering in willen zien. Het is momenteel echt niet om aan te zien. Ook tegen Willem II. Weet je, even los van de uitslag. 3-1. Wat uiteindelijk natuurlijk gewoon oké is. Oké, niet meer dan dat. Maar... de manier waarop het weer tot stand komt. En hoe moeilijk je het jezelf maakt. Pantelis Hatzidiakos. Ik begrijp niet wat er aan de hand is met Ajax. Dat surplus aan kwaliteit. Dat was een hele goede bal van... kom op. Wat zijn ze langzaam aan de bal, man. Ik moest wel zo vroeg schieten. Kijk, hij kwam er alweer langzij. Als ik iets langer was doorgelopen, dan was die bal afgepakt. Ja, zonde. Want dit is toch wel een hele grote kans. Ik had nog iets verder naar de buitenkant willen gaan om vervolgens dan kruislinks in te schieten. Maar... Crossfired over. En dit is een waardeloos voetbal van he did everything right, the movement and everything. He got his head on it, but it's way, way off target. Well, Derek, neither side has done enough in this game. Bloedeloze eerste helft. It really has been a poor game. Tegemoet. There's still time left. Can somebody be the hero? Weinig grote kansen. Dit was eigenlijk de eerste. Sebastien Haller. Kijk, heel erg slordig de passing ook weer. Defending. Must take the lead here. Ja, tweede grote kans nu. Maar het zijn allemaal van die, ja, de niet-kansen. Als in je weet van, ja, je speelt hem daar aardig vrij. And he's made headway. Maar in FIFA ga je daar niet mee scoren. Nou, dit is weer een behoorlijk zwak schot van Sebastien Haller. Oftewel, een belachelijk waardeloos schot voor mij. Sebastien Haller. Tadic. Well, a top-notch piece of defensive judgment. Oh, Koos! Mijn god, jongen! Wat ben je aan het doen? Really nice ball. Het is helemaal niks meer. Laat dat alsjeblieft geen voorbode zijn voor de wedstrijd van vandaag natuurlijk weer. Possession one. Het was in het geval van Willem II wel spot on. Oh, nice ball over the top to Chase. Mijn god, gaat hij nu makkelijk bijhouden? Might be able to get in behind the defense. And there's the feed into the box. Oh, dealt with by the goalkeeper. But the game deze had hem over zitten hoor. Goeie voorzet. Recht op de keeper af. Ja, daar ga je het niet lastig mee maken. Over it comes. Not too fussy. Allaire kan daar komt er wel niet winnen. That's a nice looking ball. En, that's a corner. Krijgen we nog de hoekschop hier?
Well, an honest assessment would be that he hasn't really been on top of his game and attack late. Yeah, he's like a shadow of his usual self, as we can see. There doesn't seem to be any desire to go. 0-0 bij rust dus. 0-0 bij rust. Put the shift in, lad. De kansen nog wel voor Ajax. AZ nog weinig laten zien wat dat betreft. Wel echt veel meer balbezit. 60% balbezit voor AZ. Nou, laten we hopen dat we een aantal veranderingen straks kunnen doorvoeren waarbij het iets beter gaat. Ik laat het voor nu nog heel even staan. En we gaan gewoon aanvallen in de spelen. Edson Alvarez. And the ball with Allaire. Wanneer je aanvallende gaat spelen, gaan ze ook iets meer loopacties maken. Able to deal with the threat. En dat is wel iets wat we een beetje missen, wat diepgang. Kijk, je ziet wanneer het twee keer gebeurt in de eerste helft, is het ook gelijk een grote kans. Corner kick played in. Gravenberg. This looks promising. Ja, nou vind ik niet. Ryan Gravenberg. Tadic. Hoe dan? Jezus man. Deze moeten gewoon zitten. Weer recht op de keeper af. Het gaat hem niet worden vandaag, jongens. Ik zeg hem maar alvast. Kom op. Bal op de paal van Anthony. Calvin Stengs. Oh, trouwens nog een oproep natuurlijk, jongens. Om 4:45 vandaag gaan we gewoon weer live met Mo Stavern. In de wedstrijd samen te kijken. Onder het genot van een biertje. En wat muziek. Mocht je erbij willen zijn. Twitch.tv/coachgk. Mo Stavern. De biertjes zijn al ingeslagen. Staan ook al koud. Hij moest wel die kant op. Fruitful looking attack. Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. Dat is echt niet om aan te zien, man. Oh, jongens. And 30 minutes wat is left dit for een drama? This match. Sebastian Allaire. Echt verschrikkelijk. Het spijt me. Owen Bijndal. Het spijt me, jongens. Maar ik doe echt mijn best. Splendid tackle and a throw in coming up. Nou, zij gaan wisselen, dan gaan wij dat ook doen. Tadic draait voor Neres. Neres zet ik daar. En dan zet ik Promes op links buiten. Even twee nieuwe spelers erin. Bobby, nee, nog niet. Labiat ook niet. Nee, we laten het verder zo staan. Even twee frisse krachten op de vleugels. Veel snelheid. We hebben diepgang nodig. Beide kunnen ze naar binnen kruipen en schieten. So two substitutes to come on in one go. Owen Bijndal. Nou, kom op. And now Stengs. Ja, we gaan hem tegenkrijgen. Plenty of options. A good looking ball in behind. Nee! And still danger here. And you've got to say he's made a right miss of that. He's tried to place it, Derek, but he couldn't place it farther from the goal if he tried. Echt, ik was echt lijp geworden als die erin was geklopen, man. Edson Alvarez. Maar het zou wel bij beeld van de wedstrijd passen. Ah, nee! Die had een Promes gemoeten. Nog een keer. Nee, nu kan dat niet meer. Promes. Wasteful again. Oh, wat in een possession. Verschrikkelijke wedstrijd. Wat een verschrikkelijke wedstrijd is dit. En dan pak je die bal af. En natuurlijk verdwijnt hij weer in de voeten van de tegenstander. Nee! Kop Meiners.
Nou, we zijn het helemaal kwijt. Excellent assessment of the situation at the back. Excellent vision. Counter met Promes dan. It could be the big moment for him. Still a chance. Yes! Oh, a goal! They strike. Woo! And what a way to Quincy Promes. En dit is precies wat ik voor ogen had. Snelheid op de flanken. Naar binnen snijden. En dan een geplaatst schot. Verre hoek. Oh, heerlijk man. Ik was heel even bang dat ik hier een verkeerde aanname had gedaan. Maar pas precies. 0-1 voor Ajax. Een absoluut droomscenario voor vanmiddag natuurlijk. Oeh, heerlijk hoor. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En nu gewoon nu vasthouden. Dat is natuurlijk wel erg belangrijk. Quincy Promes is er ook blij mee. Nou, daar mag gelijk weer een miljoentje bovenop. 30 miljoen voor Spartak. Voor minder doen we het niet. Nee, geintje natuurlijk. Ik ben benieuwd of Alvarez een goede spel kan doorzetten. Ik vond natuurlijk ook deze transferperiode op de nominatie om naar Valencia te vertrekken. Ajax wil hem niet laten gaan. En ik denk dat dat een goede keuze is. Kijk, en weer de snelheid van Promes. Hier opzij leggen. Boom! Steven Klaassen op 10. Kijk, die komt wel in de 16. Gewoon terugleggen en uithalen. Ik weet niet waar Sebastian Haller is in deze wedstrijd. Je ziet hem helemaal niet. Ik ga hem dan ook wisselen voor Brobby. Om te kijken of hij nog wat kan brengen in die laatste paar minuten. Net als tegen Willem II. Well, here's the replay. He's done really well to get his head ja, up. Sorry jongens, we zijn maar een vieze counterploeg vanmiddag dan. Alles gaat om de winst wat dat betreft. Ja, deze kon ook niet meer misgaan. Geplaatst schot ook. Keeper kansloos. Dan gaan we Brobby erin zetten. Hier staat hij, Brobby. Voor Sebastian Haller. Kijken of hij nog een verschil kan gaan maken. Davy Klaassen zei ook bij de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd dat hij hoopt natuurlijk dat Brobby bijtekent. Blijft natuurlijk weer een vreemd verhaal. We weten allemaal wie zijn zaakwaarnemer is. Mino Raiola. Een groot gedeelte van de Ajax-talenten heeft dit jaar allemaal al bijgetekend. Hij nog niet. Een paar maanden geleden wist hij nog voor de camera te zeggen dat hij gewoon ging bijtekenen. Dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Nou, we weten allemaal hoe het loopt. Vooralsnog is er niks bijgetekend. En heeft hij inmiddels, zou je zeggen, een spraakverbod gekregen van Ajax om met de media te praten. Wijndal. Afgelopen wedstrijd tegen Willem II verscheen hij dan ook niet voor de camera's. Toch een beetje een raar verhaal. Ik denk, je hoort enerzijds dat ze nog steeds met elkaar praten. Maar ze lijken er gewoon niet uit te komen. En dat zou bijzonder zonde zijn. Maar ik denk geen ramp, maar gewoon erg jammer. Oh nee. Hier komt hij. Ja. Oh. And the post getting in the way. The goalkeeper miles out of position. What a miss you've got to say. Well, that's ik stopte in eerste instantie al toen hij tegen de paal aanging. Oh man. Nou, dan komen we even goed weg. Onana neemt zijn tijd. Koop Meijners wordt nog gewisseld voor Jordi Klaasie. Alvarez. Kijk, Alvarez. Mazraoui. Nieuwe tovenaar op middenveld. Nieuw Ziyech. Het was niet een hele goede wedstrijd, jongens. Well, Derek, maar AZ Ajax 0-2. En ik denk dat we daar allemaal wel voor zullen tekenen really vooraf. Well, ik denk toch weer dat we uitlopen op onze concurrentie. En we daarmee eigenlijk toch wel kunnen stellen dat dat we AZ hebben afgeschud in de kampioensrace. Dan wordt het gat gewoon veel te groot. En ook zeker met de oog op Vitesse. Wat weer punten heeft laten liggen. Tegen Willem II was het gisteren. Nee, tegen Willem II. Tegen RKC moet ik zeggen. Wij spelen tegen Willem II. Die liet ook de punten liggen. 1-1. En eigenlijk hadden ze moeten verliezen als je die wedstrijd had gezien. Alleen maar gunstig voor Ajax natuurlijk. En ook hier, tegen AZ weten ze te winnen. AZ-Ajax, 0-2. Doelpunten van? Weet ik niet meer.
Even denken, Quincy Promes, ja, en Davy Klaassen. Dat waren ze. Jongens, 16:45, live, twitch.tv/coastgk. Mocht je de wedstrijd met ons willen gaan kijken. En vergeet ook niet om het duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren wanneer je dat nog niet hebt gedaan. Alvast bedankt. Well, I'm not sure en een hele fijne wedstrijd toegewenst. Later.